ben Bastiaan van Schoten. Ik werk in de thuiszorg in Dinteloord als verzorgende en ik heb zojuist mijn diploma in ontvangst mogen nemen en ga nu aan de slag als verzorgende IG. Ik heb de verkorte opleiding gedaan van ongeveer een jaar en daar heb ik heel veel geleerd met anatomie, fysiologie, verpleegtechnische handelingen. Ik vond het doorzettingsvermogen van de groep en met elkaar echt samenwerken om het einddoel te behalen is me echt wel bijgebleven. Het is wel heel belangrijk dat je ook natuurlijk in de beroep zelf kunt samenwerken met andere mensen en daarin afspraken kunt maken om uiteindelijk het doel te bereiken. Dat het meer een vrouwenberoep is, vind ik eigenlijk niet. Het beeld vind ik wel dat het veranderd zou moeten worden naar buiten toe. Billen wassen en dat soort dingen komen eigenlijk wel veel voor dat je dat hoort van het is niet stoer genoeg. Ik vind dat het veel breder ligt. Het sociale contact met mensen kunnen helpen en een mooie dag kunnen bezorgen geeft zoveel voldoening. Ik denk als man zijn, dan kun je er ook heel veel in betekenen. Ook naar mannelijke cliënten toe die het toch heel fijn vinden als een keer een mannelijk gezicht komt. Ander praatje kunnen hebben en je staat er toch anders in. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi als man zijn dat ik dat kan bijdragen binnen de zorg. Ben je op zoek naar een baan die je voldoening geeft en werk je graag met mensen? Kom dan werken in de zorg.